Hoi, ik ben er weer. Ten eerste iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. We zijn alweer een week verder, het is 7 januari, maar volgens mij mag dat nog. Het is geen kerst meer, oud en nieuw is al voorbij, maar mijn kersttrui kwam pas deze week binnen, dus ik wil hem toch even aantrekken. Nou, dit is hem. Laten zien. Tada! Nou, anyway, wat ik wilde laten zien is ten eerste de ditjes en datjes. Deze. Met Jolante in de hoofdrol en haar metamorfose. Maar het allerleukste is natuurlijk dat op de 10e pagina, ik heb hem ook echt meteen, een winactie van Blindeling staat. Ik kijk of ik hem helemaal goed kan laten zien. Ditjes en datjes geeft namelijk 10 exemplaren van Blindelings weg. En als je voor 27 januari reageert, dan staat hier een heel adres, maar even in de ditjes en datjes kijken. Of online op ditjesendatjes.com. Dus als je mee wil doen, je kunt één van de 10 exemplaren winnen. Dus ik zou het gewoon doen. Volgende leuke is dit stapeltje wat ik hier heb. Natuurlijk zijn ze allemaal hetzelfde. Maar dat is dus de boekenlegger van Blindelings. Gemaakt door Evelien van Stenis, de uitgever. En dan zie je hier mooi de voorkant. En het heeft natuurlijk ook een achterkant. Nou, er staat flaptekst op, dus niet iets wat jullie nog niet gezien hebben. Dus ik kan wel inzoomen, maar... Zo, hup. Maar dit zijn dus de boekenleggers. Straks bij de boekpresentatie is de bedoeling, ligt er een gigantische stapel en komt er bij ieder gesigneerd boek, komt natuurlijk een boekenlegger in te liggen. Ik neem het mee naar evenementen en overal waar ik kom te staan. Wil je een boekenlegger hebben en nou, zie je me niet ergens tussendoor, dan kun je me altijd mailen via info@snoekthijssen.nl. Misschien ook via de uitgever, dat weet ik niet. Maar ik heb er genoeg. Ik heb 3 van deze stapels, dus ik kan er wel een paar kwijt. En dan heb ik deze mooie tas. Hierin zit de roll-up banner van de cover van Blindelings. Ik ben een beetje huiverig om mezelf uit te pakken, want ik ben niet zo heel erg sterk en niet zo heel erg groot. Maar ik ga het toch even proberen, zodat ik hem toch kan laten zien. Ik weet het ook niet hoe het moet, dus ik ga nog wel wat doen. Kijken. Nee, flip me niet. Hoe doen anderen dit in godsnaam? Ik snap het niet. Nou ja, zoiets. Ik kan nog iets proberen, maar ik heb het toch echt op YouTube gezien. Ik heb opgezocht hoe het moet. Ik ga op de voet staan. Het kan proberen. Maar zie je, ik ben gewoon niet eens lang genoeg. Nou, ik heb nog een keertje op YouTube opgezocht. Naar het filmpje over hoe installeer je een roll-up banner. En het ziet er heel simpel uit. Net zoiets als het Barbiehuis dat ik vroeger had. En toen is mijn vader misschien wel 3 uur bezig geweest om het in elkaar te zetten. Blijkt wel dat ik dus dit dingetje miste. Dit ding. Maar waar die dan dus in moet en waar die aan vast moet en zo, dat snap ik dan dus weer niet. Dus ik kan hem nog niet laten zien. Zodra iemand mij een keertje kan helpen en mij kan uitleggen hoe het echt werkt, dan doe ik dat nog een keertje. Maar ik denk dat het verstandig is om er gewoon maar vanaf te blijven. Nou, ik ga nu kijken of ik hem ook weer netjes kan afbreken. Maar, nou ja, dus geen roll-up banner. Wel, boekenlegger. Wel, ditjes en datjes. Helaas nog geen nieuws over de boekpresentatie. Hoopte ik vandaag wel iets over te kunnen vertellen. Want het is natuurlijk al over een maand. Maar wie weet volgende week. Ik hoop het in ieder geval. Dus